Iedere stad heeft zijn eigen verschrikkingen. Arnhem, waar ik vandaan kom, heeft bijvoorbeeld de kerktoren, de Eusebius, die steeds opnieuw dreigt in te storten. Enschede heeft FC Twente, Nijmegen de Vierdaagse en Amsterdam heeft René Vroeger. Een zanger die niet kan zingen, maar die toch, samen met twee anderen die ook niet kunnen zingen, volle arena's trekt. Geen wonder dat je jezelf gaat overschatten. Vorige week gaf René Vroeger in Amsterdam een perslunch. Hij verteerde 20 journalisten op sla en soep. Aanleiding, hij maakte zijn nieuwe gewicht bekend. Met behulp van afvalpillen was hij 11,5 kilo afgevallen. Met een gezicht alsof er iets groots was verricht, legde hij 11 pakken suiker en een klein suikerbergje op een babyweegschaal, zodat we allemaal konden zien hoeveel dat was. 11,5 kilo. De publiciteitsdame die Vroeger en de pillenfabrikant aan elkaar had gekoppeld, vroeg om een applaus van de journalisten, wat de zanger nog kreeg ook. Schuin achter René stond een kartonnen, veel dikkere versie van René, waarbij ze met een stift min 11,5 op het voorhoofd schreef. René zei meerdere keren dat hij lekker in zijn vel zat, in wat hij zijn nieuwe leven noemde, en verhaalde bloemrijk over zijn strijd tegen de kilo's, waarin hij zijn hele gezin en zelfs zijn huisdieren had meegesleurd. Ik maak weken van 100 uur, zei hij. Een showtje in het land kost 3 uur. Je moet je voorstellen dat je tijdens zo'n gebeuren 2500 tot 3000 calorieën verbrandt. Dan krijg je trek. Vroeger, bedoeld werd tot een paar maanden terug, volgde dan een nachtelijke hongertocht door zijn villa, waarna hij met een bord Chinees, een halve kip of wat er maar was, op de bank eindigde. Tegenwoordig dacht hij, eerst maar eens kijken hoeveel calorieën daarin zitten. Daarvoor maakte hij gebruik van een handige app. Hij hield zijn telefoon omhoog. Het innemen van 3 keer daags 2 pilletjes had geholpen om vetzucht en vreeddrang te verminderen. Bovendien dikte het de vetten in. Dus die voer ik sneller af, zei René. Op de gewone manier. Ik heb in de afgelopen 6 weken geen patatje aangeraakt. Zelfs geen bitterbal gegeten. Ik had er gewoon geen zin in. Zijn vrouw Natasja werd nadrukkelijk bedankt voor het verstoppen van zakken drop. Want tegen zin in drop hielpen die pilletjes dan weer niet. Wat dat toch is in mijn hersenen, zei René. Ik moet gewoon altijd een stuk of 3, 4, 5 van die dingen in mijn mond. Om een heel lang verhaal kort te maken. Hij had de zakken drop uiteindelijk niet kunnen vinden. Natasja had ze in het nachtkastje verstopt. Na afloop kreeg iedereen een doosje afslankpillen van René, die bij het handje schudde en tot ziens zeggen eerlijk zei dat hij de oude René er best wel uit vond zien als een gehaktbal. Schrijf dapper op, zei hij. Ik kreeg toen heel veel zin om ja, droplul te zeggen. Maar ik zei niets. Geheel tegen de tijdgeest in zei ik niet wat ik dacht. Veel gezelliger, maar je krijgt er wel een opgeblazen gevoel van. Marcel van Roosmalen, dankjewel. Tot volgende week.